We zullen nu voor de C in C90 een tekst gaan frezen op deze plaat. Het is makkelijker in Tenzen te doen dan op de C in C90, daar de besturing daar niet voor geschikt is om zeer complexe contouren in te geven. Voor Tenzen is dit een fluitje van een cent. We kijken naar de plaat, de afmeting is 1000 bij 800 en we gaan naar NC-bewerking tekst frezen. We zeggen oké. Okay. We kunnen nu een tekst ingeven. Het lettertype van de tekst is in dit geval Verdana. Deze kunnen we bij de attributen van Tenzer instellen. Dus we kunnen elk lettertype die beschikbaar is op de PC frezen. De teksthoogte pakken we 40 mm. Of kunnen we iets groter pakken, 60 mm. De afstand tussen de letters pakken we 5 mm of 8. We willen in dit geval geen spiegelbeeld, dus we klikken op OK. Waar komt dit op de plaat te staan? We kunnen drie referentiepunten kiezen. We kiezen 1 en we geven in dit geval als startpunt 150-200. Dat zal ongeveer hier zijn. Dus dat is akkoord. De naam van de teksten wordt tekst op een lijn. We kunnen zelfs een hoek ingeven, bijvoorbeeld 11 graden. Oké. Okay. En je ziet nu al dat de tekst in beeld verschijnt. Dit gaan we nu omzetten naar NC-code. Door te zeggen, we gaan dit contour frezen. Oké. Okay. En we beantwoorden nu een paar vragen. Willen we dit nafrezen? Nee. We gaan op de contouren zelf lopen. Dus dan vullen we 0 in, zonder compensatie. Een nieuw gereedschap gaan we laden. Ja. En we kiezen uit de bibliotheek nu bijvoorbeeld een puntfrees met een kleine diameter, bijvoorbeeld 1. Het gereedschap is gekozen. We kunnen de diepte ingeven, bijvoorbeeld 4 mm. Dat doen we in één keer op diepte. De rest laten we zoals het is, dus zonder toegift. En we klikken op OK. We gaan per stap zakken, niet helicoidaal. We gaan geen inloop op de contouren maken, maar we lopen namelijk precies op de contouren, dus we geven optie 2 in. En willen niet meerdere kopieën. En je ziet nu dat alle letters omgezet worden naar NC-code. En hier staat ons NC-programma en we kunnen met de pijltjestoets door het programma lopen. Zo eenvoudig is het dus om tekst te frezen. Je kunt ook altijd logo's frezen. Als je bijvoorbeeld een DXF-file hebt, kun je altijd met bestanden openen een DXF-file inlezen. Tot zover dit voorbeeld.